Baksteen. Vet cool. Puh. Een hele goede morgen mensen. Dit is weer de Baksteen vlog live op je beeldschermpje. Je ziet dat ik geen shirt aan heb omdat ik net wakker ben. Het is 8 uur 's morgens. Ik voel me echt al keiwakker, want ik ben 5 uur al wakker. Ik weet niet waarom en ik ben nog steeds een beetje ziek. Hallo mensen en welkom weer bij de Baksteen vlog. Of doe alvast een duimpje omhoog en abonneer alvast. Goedemorgen. En dan en ik heb je op de vroegmorgen een geluksmomentje, wil je even kijken? Ik vind gewoon 3 euro in mijn camera koffer. 3 euro. 3 euro. Piepje. Piepje. Oh, je piepje zo vrolijk. Piepje zo vrolijk. Omdat zo vol. Piepje. Ja, ik kom beneden, ik had verwacht dat mijn moeder hier ergens was, maar die is er dus blijkbaar niet. Ik weet toevallig dat mijn vader naar de dokter moest, om 8 uur. Kan zijn dat ze daarmee naartoe is, maar ik weet het niet, want dat tas ligt hier ook op de telefoon. Het zal wel. Ik heb honger, dus ik ga wat eten. En wat doe je als je vakantie hebt? Dan haal je hele lekkere broodjes. Is dat zo? En chocomelk. Hè? Oh, wat fijn! We gaan naar Duitsland. We zijn in Duitsland. En dus zou je denken, wat doet hij in Duitsland? Nou, maar je moet wel even denken. En dat is nou eenmaal echt 20 cent goedkoper in Duitsland. Dus toen zei mijn moeder van, laten we naar Duitsland gaan, dank u. Want dat is toch dichtbij. Dus dat hebben we op gedaan. Of zijn we aan het doen. En ik weet niet of we verder nog iets gaan doen hier. Maar het is een geweldige tijdsopvulling dit. Hoi mensen, toen was ik niet meer in... Oh, wacht even, iets van... Hoi mensen, toen was ik niet meer in Duitsland. Ik ben nu even aan het beunen. Met Kilian en Gwene. Mooi! We zijn even een paar kabels aan het voorzien van labels. Zeker. Omdat anders de kabels door de waar komen, zeg maar, als je met anderen werkt. Nou heb ik schijnbaar gisteren afgesproken om... te gaan draaien vanavond met deze man DJ Q op zijn feest. Ik ben al gestuurd met mijn vinger. En dat moet er maar even gebeuren. Ja, deze knuppel die kan niet omgaan met de Stanley mest. Mijn vinger is ongesteld. Echt, hij werkt 5 minuten, hè? Hij wil weer zien halve vingeropening. En vanavond gaat gebeuren. Ik ben ik ga nou. Dus. Hallo. Ik heb de camera van Bram gestolen en je ziet hem daar in mijn werk. Klootzak. Hij heeft inmiddels doorgehaald, dus we moeten spionwerkje doen. Ik zet de camera hem opgedekt neer. Sukkeltje. Dat wilt niet. Ja, dat en we gaan nu even een kijkje nemen bij onze mini kabouter. Wacht even, hè? Kabouter. Kabouter? Nou, ik zit er echt hoor. Oh nee, dat heb ik geen zin hè? Nee. En ja, dit doe ik voor monstercore. Oh, ja, shit! Hey, stiekem, hey. Je geeft ze 1 klusje hè? De tie-rips eraf halen. En wat slaat de droom zit? De tie-rip. Hoe zei dat? Wat slaat het erom zit? Ja, dat slaat het erom zit. Sukkel, jongen. Maar we hebben hier wel even, gewoon bij Bram thuis, gewoon een racewagen. Jongen. Dit is echt een skierwagen. Je hebt die zelfs, kijk dan, gewoon een mascotte. Gewoon een fucking vogel, jongen. Wat word je toch? Nou. En jongens, luidjes, ik zeg tabé. Oké, moet je heel even kijken wat deze twee Mongolen aan het doen zijn. Jongens! We gaan even naar Emmen toe. Emmen! 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 Ik ben niet wijs, joh. Wat hij nou aan zo'n werknemers? Helemaal niks. Ja! Chief zo lief, hè. Oh. Gekant. En dan zijn we even keihard aan het fietsen op skibben. Op skibben. Gewoon omdat het kan. Wat vind je nou moeilijk te doen dan? Nee. Gewoon omdat het kan, doen we Zeker. Dat gewoon. We zijn klaar met alle kabelmeuken, spullen verzamelen. Ook wensenfeest. We wachten nou helemaal op Kilian, die gaat even vragen of ze paard kan rijden. Want ik weet niet zeker of mijn auto op tijd klaar is. En dan gaan we straks opbouwen en rustig aan doen. Maar nu eerst even fietsen. Dus dat is helemaal mooi. Ah, ga ik wel eten. En een ijsje. En helemaal niks. Jongen, jij kreeg nog wat. Nee. Ja, ik heb ook nog een milkshake besteld. Maar hun zegt tegen mij Mongool, terwijl hun Mongooltjes zijn. Jullie en wat nou heb ik ook bij. Kilian het kastplantje. Maar. Gekke huis. Zaterdag? Nee, dat is zaterdag dan. Ja, zaterdag wel podium. Deze dan ook. Daar ga ik zondag wat mee. Zondag? Was hem. Nee. Morgen moet ik in de groep hebben. Hè? Waarom moet ik in de groep hebben? Oh goh. Waarom moet je groep van me maken? Of ik leuk voor de groep zijn. Nee, sukkel. Hey mensen, ik heb net even op Larissa's scooter getoerd. Of niet Larissa? Ja. Larissa is iemand weer heen verhuisd. Vanuit Afghanistan. Ik ga je niet opzetten. Jawel. Sorry. Maar ze heeft echt een top scooter hoor. Geen problemen mee. Alleen een beetje jammer dat het een scooter is. Daar loopt haar papa. Marco. Hi. Je hebt ook zo'n kut scooter. Oh, wat fijn. Ja, wacht. Marco heeft toch dikke spek. Hij heeft een dikke toeter op zijn scooter zitten. Dat is raar met slippers, jongen. Paul doet poging tot BMX. Wat nou? Dat is allemaal mijn jeuken. Ik ben nog steeds vrolijk. Ik heb hier weinig aan toe te voegen. Ik hoop dat jullie nog gaan genieten van de beelden. En ik wil vast hier bij een afscheidspraatje houden. Doe normaal, eet normaal, leef gezond. Tot de volgende keer. Drink bier, rook sigaretjes en je komt er wat. Gewoon. Laat dus.